ontzettend triest dat oude mensen in deze tijd met het digitale gedoe mee moeten gaan, terwijl ze dat vaak niet kunnen. Het zijn mensen die vaak eenzaam zijn, alleen zijn. Ze moeten belastingpapieren invullen, alles moet digitaal. Mensen weten er niets van. Het is echt een vergeten groep. Maar het is wel een groep mensen die Nederland opgebouwd heeft. Ze hebben gezinnen gehad. En deze mensen worden nu op zo'n trieste manier, vind ik, behandeld. En dat geldt voor een heleboel dingen. Het geldt voor de spaarrekeningen die mensen ooit hadden, wat allemaal internet moet gaan worden. Mensen hebben geen idee hoe ze daarmee om moeten gaan. Ik vind het echt heel triest. Ik heb zelf bij een bank gewerkt. Op een gegeven moment moesten alle rekeningen, papieren rekeningen zeg maar even, moesten allemaal omgezet worden naar internetrekeningen. De opdracht was gewoon al deze mensen een brief sturen. Uw rekening kunt u opheffen of u kunt er een internetrekening van maken. Ik heb toen zoveel verdrietige oude mensen aan de lijn gehad. Mensen die niet snapten waarom dit moest gebeuren. Ze waren gewend aan hun rekening op papier. Dat ze even konden bellen, dat ze iets konden vragen. En nu werden ze gedwongen om alles via internet te gaan doen. Mensen hebben geen computer, mensen hebben geen idee hoe het moet. En er werd er bij de bank gezegd, dan vragen ze maar iemand. De familie of iemand in de buurt. Maar mensen zijn vaak alleen en ze willen niet vragen. En ze willen op een gewone manier met hun geld om kunnen gaan. Deze groep mensen wordt gewoon totaal in de steek gelaten. Dat vind ik echt heel erg. Ik moest voor mijn moeder de belasting invullen. De brief kwam op het moment dat ik op vakantie was. Zij heeft die brief laten liggen. Eens in de zoveel tijd geeft ze alle post aan mij. Op het moment dat ik de post kreeg van de belasting, was ik eigenlijk al laat. Toen bleek dus dat er een DigiD-code voor haar moest gaan komen, dat we al haar papieren bij elkaar moesten gaan zoeken. Voor mijn moeder is het één warboel. Het woord DigiD-code had ze nog nooit gehoord. Ze had geen idee wat ze ermee aan moest. Ik heb een DigiD-code aangevraagd. Nou, die brief is zij toen niet kwijtgeraakt. Een nieuwe DigiD-code aan moet vragen. Al met al ging daar wat tijd overheen. Ik heb de Belastingdienst gebeld. Gevraagd om wat coulantie. Dat was geen probleem. Nu, al met al is dus de belastingaangifte één dag te laat binnengekomen. En krijgt zij een boete van bijna €400, een verzuimboete, omdat het te laat binnengekomen is. Ik kan daar bezwaar tegen maken. Maar het is gewoon belachelijk dat dit soort dingen gebeuren. Als KBO hebben we een onderzoek gedaan onder een grote groep senioren. En wat we zien dat senioren inderdaad steeds digitaler worden. En ze maken gebruik van e-mail, veel senioren zitten op Facebook. Maar juist ook die digivaardige senioren, driekwart daarvan zegt, wij maken ons wel zorgen over de toekomst. Want we denken dat we dan niet meer zo digivaardig zullen zijn. En dat komt eigenlijk door twee oorzaken. Enerzijds gaan de ontwikkelingen op digitaal gebied steeds verder. En maken mensen zich zorgen of ze dat uiteindelijk wel bij blijven benen. En anderzijds kan het zo zijn dat als je leeftijd toeneemt, ook je capaciteiten wat afnemen. Je niet meer zo snel bent, niet meer zo handig, het misschien niet meer zo goed ziet. En dat geeft ook zorg. Mensen zijn bang dat ze dan ook niet meer alles op de computer kunnen, wat eigenlijk wel zou moeten. Nou, veel senioren zijn best een beetje digivaardig. En ik zei het al, ze kunnen e-mailen, ze kunnen gebruik maken van Facebook, ze spelen spelletjes op de computer. Maar als het iets ingewikkelder wordt, dan is dat vaak toch lastig. We zitten nu in de tijd van de belastingaangifte. Nou, dat moet nu helemaal online. Dat is voor veel senioren toch een brug te ver. Als KBO hebben wij samen met andere ouderenbonden al jarenlang de belastingservice. Voor de ouderenbonden, speciaal voor senioren, waarbij deskundige vrijwilligers, we hebben er ruim 2000 verspreid over het hele land, senioren helpen met het doen van hun belastingaangifte of het vragen van een toeslag.
En dat is een hele belangrijke ondersteuning, want sowieso verandert elk jaar de belastingwetgeving natuurlijk en je persoonlijke situatie kan veranderen. Maar zeker nu alles digitaal moet van de Belastingdienst, is dat een hele belangrijke ondersteuning. En die vrijwilligers die komen bij mensen thuis om te helpen bij de belastingaangifte. Leden kunnen bellen naar de KBO en dan brengen wij ze in contact met een vrijwilliger bij hen in de buurt en die komt dan bij jou thuis om alles te regelen. Nou, dat is een, er zitten wel verschillen in die groep. Het gaat inderdaad om 1,2 miljoen ouderen die nu geen gebruik maken van internet. En eigenlijk kun je zeggen dat de helft van die groep, zo'n 600.000 senioren, zich dat ook niet meer ziet doen. Sommigen zijn bang voor internet en alles wat met de computer te maken heeft. Anderen kunnen zich de kosten ervan niet veroorloven. Er zijn allerlei redenen waarom senioren verwachten om, dat ze er geen gebruik meer van maken. De andere helft van die groep, dus nog zo'n 600.000 senioren, die zou het best wel willen, maar weet vaak niet waar te beginnen. Hebben geen mensen in de buurt die hun kunnen helpen. En als KBO ondersteunen we juist ook deze groep senioren om hen vertrouwd te maken met een tablet en hen over de digitale drempel heen te helpen. Overal in het land hebben we vrijwilligers opgeleid als tabletcoach. En die helpen andere senioren om zich de tablet eigen te maken. En dan gaat er een wereld voor hen open vaak.